Mijn allerbeste vrienden, Paramaribo, Maribo, groet u. Ja. En we wensen u het allerbeste toe. Zoals de sterretjes achter mij blinken en schitteren, zo wens ik dat uw ster ook mag schitteren. Waar u ook bent, waar u zich ook bevindt op deze aardkloot, schitter, alsjeblieft. En zegen uw kinderen. Wij zijn in Suriname ook gezegend. We zijn gezegend met president Chandrika Perzet Santoki, een man die een bijzondere verdienste heeft en op dit ogenblik bekend staat in Suriname bij de gewone man, bij de specialisten, bij de kenners, bij politici, als de man. Met een fantastische hoeveelheid beloften. Zoveel dat je je niet zou kunnen voorstellen dat het zelf mogelijk is. De man die continu verdwijnt in een nieuw pak, tevoorschijn komt met een nieuw pakket en project na project lanceert, is een gedachte. Beste vrienden. Hij ziet het. Hij ziet het. Hij ziet investeerders komen. Hij ziet het. Maar. Beloften. Beste vrienden. Beloften. Het begon. Met Surfen 1. Dan Surfen 2. Dan HPSG. Dan de Italiaanse maffia-deal van 7 miljard. Allemaal niet doorgegaan. En het, zo ging hij verder. We kwamen terecht bij. Uh, het fresh kapitaal, miljarden zouden komen van de diaspora en die zouden worden ingepompt in Suriname. Op dat moment is ook de Fiat Nederland wakker geworden en is op zoek gegaan. En u bent getuige, u hebt het gelezen in de krant. Er zijn nog een aantal onderzoeken bezig, maar weet u hoeveel miljoen er al is gevangen? Was dat wat Santoki bedoelde met fresh kapitaal? Uit de diaspora. Wij, beste vrienden, wij worden continu bij de neus genomen. We worden continu voor de gek gehouden. En we pikken het. Ja. Waarom pikken we het? Ja. Die grondwet die geeft ons nou eenmaal geen reden om een president af te zetten. Feit is wel dat. De nationale assemblée, in feite de president, kan afzetten omdat zij hem gekozen hebben. Maar dat zullen ze niet doen, want er is iets anders wat ons stort in Suriname. En dat zal blijven, dat is partijpolitiek. Mensen komen daar zitten om hun zak te vullen. Niet om zaken te doen van u en ik. Daarom zijn ze al binnen zes, zeven maanden, zijn die gasten Ze hebben terreinen, ze hebben dit, ze hebben dat, ze hebben zo, ze hebben zo. Ze hebben dubbele, dubbele functies. Terwijl anderen geen brood hebben met hun papieren, hebben zij dubbele functies. Zij kunnen doen wat ze willen. Dit is wat ik ken van Suriname. Al vanaf de, het bestaan dat ik kan denken en redeneren en de dingen kan opnemen. Dit is wat er gebeurt. Daarom zeg ik tegen u toch dat verse, u kent het nog. Ze stelen, ze dieven, ze bedriegen, ze liegen. Ze zijn hypocrieten. Het zijn oplichters allemaal bij elkaar. Wanneer gaan we weten met hoeveel geld ze zijn binnengekomen en met hoeveel geld ze vertrekken? Want wanneer je begint aan zo'n job, dan moeten we tenminste weten van en nog. Dit is die bankrekening, daar staat 10 gulden op. Dus wanneer je vertrekt, staat er ineens 1 miljoen of 10 miljoen op die rekening, dan is er toch iets gebeurd. Je hebt hard gewerkt. Alleen niet aan het volk. Je hebt aan je eigen zak gewerkt. Hè? En beste vrienden. Zo so valt Zantoki van de ene rotzooi in de andere. Want de beloftes zijn zo veel dat niemand hem meer gelooft. Wat men doet op dit moment wanneer Zantoki praat, is. ze stoppen het niet eens, ze stoppen hun vingers in hun oren, want ze willen het niet horen. Leugentaal. Leugentaal. Populistische taal. Om maar. Een aantal dingen te zeggen. Beste vrienden, wat er nu gaat gebeuren. In de kerry, Mick Gaderman, De brug komt niemand hier in Suriname. DNA weet iets over hoe die brug gebouwd gaat worden. Maar president Ali in uh, Guyana, die kan wel de details produceren. En wie zijn wij dan? Een brug wordt gebouwd op ons grondgebied. Maar we weten niet hoe en wat en, en, en waarom. en We weten niks. Dat is Santoki. De diepwaterhaven diep gaat gebouwd worden. En dat ding is zo geweldig. Maar een van de mensen, de vader van een van de jongens die hoort bij die diephaven, en, en, en die vader wordt in Amerika, Archibon, die vader wordt in Amerika gezocht. Als hij daar gaat, gaan ze hem opsluiten. Want. Hij moet een geweldige schadevergoeding betalen aan een van zijn compagnons, waarmee hij voorheen heeft gewerkt. Met die mensen gaan we in zee. Mijn beste vrienden, Santoki is een fantast. Dat is het woord. Die man is een fantast. man. de dromen komen tevoorschijn terwijl je man puft. Man. Die man puft dromen. Pff, en je hebt weer een, 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 een internationale vlieg. Haven. Niemand weet hoe dat ding gaat betaald worden. Je hebt internationaal vliegdingen. Uh, 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 we hebben ze voor u opgenoemd. Je hebt die markt van 5 miljoen. Mm -hmm. Supermarkt van 5 miljoen. Dus in die keri. Dat wil zeggen, je hebt geweldige plannen man. Eh? En die markt van Ansië, die lijkt op, op Paramaribo, die leek op een vuilnisbel. Maar je bouwt een markt van 5 miljoen in een Hè? Eh? Inopiertaga Sana Bourjasma. Dus, beste vrienden, Santoki is een en al dromerij. En die dromerij is verworden tot leugenachtigheid. Want er is één ding wat ze kunnen zeggen van Santoki. De man fantaseert en dan belooft hij. En de belofte wordt niet waargemaakt. Dus de man is een leugenaar. Ik heb het heel lang volgehouden om het niet te zeggen. Maar de president is een leugenaar. Want hij kan niet waarmaken wat hij zegt. En als president moet jij het voorbeeld geven. Toch? Als wij nu aan de kinderen een voorbeeld zouden geven, moeten we kijken naar president Santoki. Hij heeft dit beloofd, dat beloofd, zo beloofd, zes beloofd. En het gebeurt niet. En waarom gebeurt het niet? Omdat hij liegt, om Paul. Dat is het probleem. Maar er is één ding wat hij maar wel op zijn kont hield en dat vind ik fantastisch. Dat Toki zit nu 2,5 jaar aan en zijn grootste verdienste is het feit dat hij vanaf dag 1 ervoor gezorgd heeft dat de spanning tussen Koelis en Kafris alleen maar groter is geworden. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is op Zantoki zijn konto. Dat is zijn verdienste. Dat is zijn legacy. Hij heeft ervoor gezorgd door zijn beleid dat de span latente spanning, die er was, nu gewoon openlijk wordt geëtaleerd. En het begon met friends en family. Daar begon het mee. En ik zeg u, lieve mensen: het is nooit geëindigd en het zal ook niet beëindigd worden zolang Santoki daar zit. Daarom zeg ik u, deze man zit zijn eerste en laatste termijn als president. Dus doe je best. Maar Mario, goed, tot later. De rustig, Devi, rustig.